De bedrijfsvoering bij de staatsbedrijven moet onder een vergrootglas geplaatst worden. Dit is de reactie van VHP-parlementariër Mahinder Joghi op recente ontwikkelingen bij enkele staatsbedrijven, waaronder de NV Energiebedrijven Suriname en de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Volgens Joghi mag het nimmer zo zijn dat de gemeenschap het gelag betaalt voor de slechte bedrijfsvoering van enkele leidinggevenden bij overheidsinstellingen. We moeten serieus gaan kijken naar efficiëntie in de bedrijfsvoering. Niet alleen bij de EBS, waar er bezuinigd kan worden, maar ook bij andere staatsbedrijven. En SLM is een compleet voorbeeld van wanneer het goed gaat met die bedrijven, dan is het de directie, dan is het het personeel. Dat zijn de mensen die genieten en profiteren van de vruchten. Maar wanneer het slecht gaat, moet de samenleving haar zak ingaan en middelen op tafel leggen om die bedrijven te herstellen en te redden. Dus ik hoop dat dit een zoveelste les wordt voor ons als land, voor die regering, ook voor de staatsbedrijven. We hebben 100, 150 bedrijven gehad in dit land. Hoeveel van de bedrijven zijn vandaag winstgevend? Hoeveel bedrijven vandaag leveren inderdaad een waarde voor die samenleving in de vorm van werkgelegenheid, in de vorm van inkomstenverhoging? Het wordt tijd dat we zeker met deze crisis, ook de crisis die zich vaak manifesteert bij staatsbedrijven, aan de kaak gaan stellen en oplossingen gaan zoeken. De regering heeft per 1 oktober een aanvang gemaakt met het registreren van ambtenaren. Spookambtenaren zullen niet langer worden uitbetaald. Joghi geeft aan dat de regering de vrijgekomen middelen als gevolg van sanering van het overheidsapparaat kan besteden aan andere sectoren. Ook kan dit volgens hem bijdragen aan een transparante bedrijfsvoering binnen overheidsinstellingen. Wanneer je 50 mensen nodig hebt om het werk te doen, dan moet je met 40 mensen het werk doen. Dan gaat iedereen rennen om het werk te doen. Maar als je 50 mensen nodig hebt om het werk te doen en 75 mensen daar, dan gaat een deel, 35 gaat zitten en 40 gaat werken. En dat is niet correct. Dus er moet enorm besnoeid worden. Er moet meer capaciteit worden ingebracht door efficiënt te gaan werken. Laten we kijken hoeveel mensen we in dienst hebben genomen bij de EBS in de afgelopen 2 jaar, 3 jaar. SLM heeft 0 vliegtuigen en heeft 800 man totaal, alles opgeteld. Tata in India heeft 300 zoveel vliegtuigen en vliegt gemiddeld met 80 man op 1 vliegtuig. Ik bedoel, kijk, 10 maal zo veel. Dan lukt het wel konden, dan natuurlijk wel failliet. Dus we moeten niet bang zijn om dingen te doen. We moeten directeuren van departementen, directeuren van staatsbedrijven op contractbasis benoemen. Als je niet deugt, ga je opdonderen. En je gaat niet met geen enkele claim bij me komen van koop mijn contract af. Dat zijn zaken die we moeten doen, waardoor we kunnen bezuinigen. Er moet een complete overzicht zijn van procurement bij staatsbedrijven. Wie koopt? Waarvoor koop je? Waar koop je? Voor welk bedrag koop je? Waar is die vergelijking? Dat zijn zaken die we allemaal in place moeten brengen. De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft onlangs enkele maatregelen geïmplementeerd om de stijging van de wisselkoers te beteugelen. Deze hebben tot dusver niet het gewenste resultaat opgeleverd. Joghi is van mening dat het tijd is voor de Nationale Assemblée om aan de tafel te zitten met de leiding van de moederbank. Het DNA-lid benadrukt dat hij niet zal schromen ondersteuning te bieden aan eventuele wettelijke aanpassingen die betrekking hebben op het beteugelen van de wisselkoers. Dus ik heb ook gevraagd een gesprek met de governor van de Centrale Bank, dit verklap ik u. En vermoedelijk ga ik deze week het gesprek voeren. En ik ga met hem praten met nog een paar collega-parlementariërs van hoe hij dit ziet. En of wetswijziging enige soelaas kan bieden. En als dat zo is, wat moet gewijzigd worden en hoe moet het gewijzigd worden? En kunnen wij misschien met een initiatiefwet komen? Of misschien kunnen wij de president vragen dat de regering, de minister van Financiën of dienstvervanger dan, met een ontwerp komt. Want je moet tools aanreiken aan die regering, aan jouw apparaat, om effectief te kunnen optreden. Anders is het alleen maar praten. En we kunnen geen acties ondernemen. En die samenleving die kijkt naar die regering. Van regering, welke acties onderneem je concreet, zodat mijn leven in het land een beetje beter wordt?